Het coronavirus laat zijn littekens achter bij iedereen, maar waar je het heel goed kan merken is in de horeca. Zo ook bij restaurant De Driemaster in Medemblik. Het kwam Rick Zee en zijn vader Piet Zee dan ook koud op het dak toen ze zondag om 6 uur 's avonds de deuren moesten sluiten. Dat was even schrikken. Ja, dat was zeker schrikken, ja. Ja, dat hadden we niet verwacht zo meteen. Het zat er wel aan te komen natuurlijk, maar ja, dat het om meteen om 6 uur was, dat wisten we natuurlijk niet. Ja. Maar jullie hadden natuurlijk ook klanten. Ja, er zaten al mensen, mensen met kinderen en wat ouderen die meestal op tijd komen, want zondag is het wat eerder dan de vrijdag en de zaterdag. En die hebben we gelijk ingeseind dat we eigenlijk om 6 uur dicht moesten. Nou, dat haalden we niet helemaal. Maar goed, latere reservering hebben we afgebeld en toch met zachte dwang gezorgd dat die mensen evengoed redelijk konden uiteten, maar wel bij tijds weer de zaak gingen verlaten. Maar nu is het dicht bij jou, maar jij moet toch geld verdienen. En je personeel, ja, hoe is daar allemaal mee? Nou, we willen natuurlijk verder met afhaal. We hadden altijd al afhaal. Maar ja, we hebben nu het menu vergroot, zeg maar, uitgebreid. Met soepjes erbij. En nou ja, zo proberen we dat toch een beetje wat luxer te maken. We kunnen zelfs een driegangetje bestellen, afhalen. Dus dat is wel leuk. Ja. En je personeel, daar krijgt deeltijd bij mee? Ja, dat denk ik wel. Dat is wel de bedoeling. Dat gaan we aanvragen natuurlijk. Hoe reageerde het personeel op het besluit? Ja, ontsteld. Tranen in de ogen. Want je moet op een gegeven moment toch je mensen weer de deur wijzen. Terwijl je gewend bent om ze te verwennen en een prettige avond te bezorgen. En nu brachten we toch een lichte haast in het menu. En dat kwam hard aan. Ja, absoluut zeker.